crux agribotics zal echt een gamechanger zijn binnen de agrofood op vlak van vision en robotica. De potentie en de interesse van de markt wereldwijd is groot. Nou, crux agribotics is ons nieuwste bedrijf binnen de One of a Kind Technologies Group, waarin we robotica oplossingen gaan ontwikkelen voor de wereldwijde agro- en foodmarkt. Een crossover van high-tech, vision, optische systemen, megatronische systemen, robotica en agro- en food, organische producten. Met Crux Agribotics zetten we eigenlijk in op de toenemende wereldpopulatie. We gaan naar 9 miljard mensen, die moeten allemaal voedsel hebben. Daarom is er een noodzaak dat er efficiënter wordt geproduceerd, geoogst, gesorteerd en verpakt. Nou, dat kan met robots. Daarnaast zie je in toenemende mate de hoge eisen aan veiligheid, hygiëne, voedselveiligheid, fraude. Dus daar komt vision, controles, automatische controles met camera's om de hoek kijken. Dus wij hadden eigenlijk alle ingrediënten in de groep om daar ja, een hele mooie ontwikkeling in waar te maken. En we zien daar een groeimarkt. Het moeilijke aan wat we doen binnen Crux Agribotics is dat het organische producten zijn. Denk aan komkommers, die elke keer een andere vorm hebben. Dus dat kunnen wij niet in onze software integreren door de tekening van het product in te lezen. Dus wij moeten elke keer op zoek gaan naar unieke vormen. Dus dat betekent dat we met Crux Agribotics de next step in technologie gaan nemen. Bijvoorbeeld machine learning. Hoe meer komkommers wij zien in onze camerabeelden, des te slimmer, des te beter en accurater worden onze algoritmes en software. En daarnaast wordt het steeds belangrijker dat de data die onze robots genereren, denk aan luchtvochtigheid, lichtinval, maar ook van de beelden die wij zelf schieten, dat we die op een slimme manier verwerken en beschikbaar stellen aan de industrie. Veredelaars, maar ook telers. En die data wordt eigenlijk net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan het product zelf.